dat is nogal wat, hè? Als je dan van ooievaars houdt en zoiets gebeurt. Want wat gebeurde er nou precies? Ja, er is op een gegeven moment is er een bericht binnengekomen dat er een ooievaar doodgeschoten was in de Lutte. Zo in de nacht van het nest afgeschoten. Ja, dan kom je in gesprek met mensen. Je gaat telefoontjes plegen. En spreek je af met mensen van de vogelwerkgroep in de Lutte. En die we gaan in gesprek. En we zorgen dat die eieren veilig en wel bij ons in de broedmachine komen. En hoe doe je dat dan? Want dat is een broedmachine en dan met warmte. Maar daar ben je er niet mee, hè? Met alleen maar dat. Ja, dat is heel bijzonder. Het is een broedmachine van 40 jaar oud. Een houten bak met het isolatiemateriaal ertussen. En die werkt gewoon op lampjes van 40 watt. En een thermostaatje erop. Maar hoe was dat voor jou? Gingen je ogen gelijk twinkelen dat je denkt, oh, ik hoop dat ze uitkomen? Of dacht je iets van, nou, dat was het doel, hè? Dat was het doel. Ze moesten uitkomen. Er was zoveel belangstelling voor en het was zo'n bijzonder. Iedereen keek mee, hè? Ja, iedereen keek mee. Geweldig. Maar dan komen ze uit en dan denk je, yes, er komt een ei uit. Ik heb een kuiken. Ja. Maar ja. Zo'n dier moet ook leren vliegen. Ik weet niet hoe je dat dan. Ja, ik loop er vooruit te rennen natuurlijk en allemaal zo. En, dat is helemaal niet zo moeilijk, hoor. Gewoon doen wat er in je opkomt eigenlijk. We zien je hier ook. Ja. Nee, ze gingen wel goed met je mee, hè? Ja, ze zagen je wel echt als vaderfiguur of zo. Ja, dat was heel bijzonder. Ze komen achter je aan en ze weten dat je het eten komt brengen. Maar ze moeten het zelf gaan zoeken, hè? Dat is het doel. We hebben drie strevens. We nemen ze op. We verzorgen ze. Ja, want het is eigenlijk tegen natuurlijk, hè? Je helpt ze. Ja, we helpen ze. Ja, maar dat is noodzakelijk. We zijn nu 50 jaar met ooievaars bezig. En in die 50 jaar hebben we in Nederland 5000 ooievaars. Maximaal. Dan overdrijf ik het misschien zelfs nog. En iedereen zegt van, het gaat heel goed met de ooievaar. Ja, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Het is een hele kwetsbare vogel, hoor. Ja. Ja, daar valt niet alles dus mee. Dus daar blijf je voor inzetten? Jazeker. Als er problemen zijn met ooievaars, dan nemen we weer het heft in handen en dan gaan we ze verzorgen. Hartstikke mooi. Zijn ze al naar het zuiden gevlogen? Ik denk het wel. Ja. Ik heb een heel mooi moment meegemaakt. Dat er komt een groep ooievaars kom aan bij ons. Ik zie ze in de lucht hangen en ze wervelen zich zo rond, weet je wel. En dat verschuift van lieverlee. En er stijgen bij ons een twintigtal ooievaars op. En die worden zo opgenomen in die groep. Wauw. En dat zie je dan vertrekken. Ja, dat is echt een geweldig moment. Fantastisch. Daar doe je het voor. Ja. En dan zeg je van, jongens, wat is dit mooi. Nou, goed gedaan. Mooie operatie. En hopen dat er niet weer een keer een of andere idioot zo'n dier uit een nest schiet natuurlijk. Hè? Ja, ik heb geprobeerd om contact met hem te krijgen. Ik heb hem uitgenodigd om bij mij de vogels te komen verzorgen. En te leren hoe leuk en hoe liefelijk het is. Het is zoiets moois. En ja, er moet eventjes een probleempje bij die persoon geweest zijn. Dat we moeten ze koesteren, hè? Ja. Oké. Okay. Laat hem maar gewoon ergens anders gaan schieten. Goed gedaan.